Dit is een verhaal over Nederland zoals je het maar zelden ziet. Dit is ons land vanuit de lucht. Als je echt wilt weten hoe ons dagelijks leven eruit ziet, soms chaotisch, soms strak geordend, dan kijk je vanuit een spectaculair nieuw perspectief. In deze aflevering Nederland onder de grond. Wat weten we eigenlijk van onze bodem? En hoe gaan we ermee om? Gebruiken we de ondergrond als afvoerputje of toch als bodemschat? ...16 miljoen mensen op een klein stukje aarde, gezien vanuit de lucht. Dit is Nederland van boven. Auto's, plastic, asfalt, achterruiten. Zo'n beetje alles wat we hebben gemaakt komt oorspronkelijk uit de bodem. Maar wat weten we eigenlijk van de grond onder onze voeten? Wat halen we eruit? En wat stoppen we erin? In Nederland van boven, de ondergrond. We zien het niet, maar onder de grond krioelt het van de buizen, leidingen, kabels en riolen. 17.000 kilometer in totaal aan ondergrondse transportbuizen. Op Schiphol, om vliegtuigen te voorzien van kerosine. Recht onder de hei door, richting Duitsland. Maar ook van Antwerpen naar Rotterdam. De Buis-Leidingenstraat. 75 kilometer lang, 100 meter breed, 40 buisleidingen om kilometers aan filerijdende vrachtwagens te omzeilen. Rotterdam. 1100 kilometer rioolbuizen. Ruim 400 kilometer drinkwaterleidingen. Stadsverwarming. Bijna 1900 kilometer internetkabel. 1500 kilometer elektriciteitsleidingen. En 500 kilometer televisiekabels. Hofplein. Bovengronds altijd druk. Ondergronds nog veel drukker. Rotterdam heeft als een van de weinige steden iedere leiding in kaart gebracht. Die berg aan kabels en buizen hebben we in de rest van ons land minder goed in kaart gebracht. Pas als we een schop in de grond zetten, zien we echt wat voor chaos we hebben gecreëerd.
Van het vlakke land in het westen naar de rijk gevulde heuvels van Limburg. Rivieren hebben miljoenen jaren lang een deken van klei, zand en stenen over lage steenkool gedrapeerd. Het is wonderlijk om te bedenken dat veel plekken die in Nederland nu land zijn, ooit helemaal onder water stonden. Door het kalksteen weten we bijvoorbeeld dat Zuid-Limburg 70 miljoen jaar geleden bedekt was met een tropische zee waarin het krioelde van het leven. Ooit waren rivieren de transporteur van onze bodem. Waar nu Nederland ligt, het Noordzeebekken heet dat, is gaan dalen. En het Eifel-Ardennenmassief kwam omhoog. En door dat verschil kon die rivier gaan stromen. En die rivieren die namen dus zand en grind mee en klei. En dat werd hier in Nederland afgezet. Daardoor kwam Nederland eigenlijk uit de zee. En werd de zee steeds verder naar het noorden teruggedrongen. Dus Nederland is vanuit Limburg begonnen, kan je zeggen? Dat kan je inderdaad zeggen, ja. Hoe ver terug in de tijd zijn we nou helemaal op de bodem hiervan? We zijn echt enkele miljoenen jaren terug in de tijd. De kleilaag is ongeveer 3,5 miljoen jaar oud. Dus het zand ligt daaronder, dus is nog ouder. Alles wat in het zand daaronder zit, kan door die afdekkende kleilaag er niet uit. In dit geval zit er niks in dat zand, maar elders in Nederland kan er bijvoorbeeld grondwater in zitten. En zit je nog dieper in de Nederlandse ondergrond, dan kan daar ook olie of gas in zitten. En is dit nou een snoeptuin voor een fysisch geograaf? Ja, dit is prachtig. Want waarom? Ik zie je ogen gaan meteen glinsteren. Het is ontzettend mooi om een kijkje terug in de tijd te krijgen. En normaal is Nederland heel erg vlak, dus je ziet eigenlijk niks van de geologie. Nee. En dus in een groeven is het altijd prachtig om te zien wat er nou eigenlijk onder onze voeten zit. De kalksteengroeven bij de Sint-Pietersberg. Waar nu grote machines het gesteente afgraven voor de bovengelegen cementfabriek, moet straks een gebied ontstaan waar natuur en recreatie de ruimte krijgen. Een uitgemergelde krater wordt een paradijs voor oehoes en andere uilen. En straks ook voor de Maastrichtenaar zelf. Een natuurzwembad, wandelpaden en broedplaatsen voor uilen die gebruik maken van de openingen in de steile wanden. We willen maar al te graag weten wat voor bodemschatten we uit onze diepe ondergrond kunnen halen. Daarom hebben we onze bodem nogal precies in kaart gebracht. Dit is een zoutkern uit Barendeel, Friesland.
Dit is een boorkern uit het Groninger gasveld. En dit is zandsteen en hier zit dus ons aardgas in. Ieder detail van ons land vastgelegd in boorkern. Dit is Limburg. Dit zijn oude mijnbouwboringen. Dit is de leisteen waar de kolenlagen tussen zitten. De honger naar grondstoffen heeft ook de Waddenzee ondergronds blootgelegd. Een onverwachte schat op 2 kilometer diepte. De Zuidwalvulkaan. Niet meer actief, maar hij gloeit nog steeds na. Grondstoffen schaarser worden, zal de Waddenzee steeds vaker een strijdtoneel worden van ongerepte natuur versus economische belangen. Turf. Door de lage ligging van ons land en het gemak om brandstof te vervoeren via het water, wordt turfsteken in de 16e eeuw economisch rendabel. Gedroogd veen als eerste bodemschat die ons rijk maakt. Een overvloed aan klei en zand als grondstof voor onze bakstenen en glas. Zout uit Twente. De Ja-knikker, een monument uit vervlogen tijden toen olie niet meer dan $25 per vat waard was. Olie onder het Drentse dorp Schonebeek. Bij hetzelfde Schonebeek. Nu olie 4 keer zoveel waard is geworden, halen we met nieuwe technieken opnieuw het zwarte goud naar boven. 19 miljard liter olie door horizontaal te boren. Maar er is één grondstof die ons zo rijk heeft gemaakt dat het zelfs een heus standbeeld heeft verdiend. Aardgas.
Slochteren. Onder de bietenakkers van Kees Boon vinden we op 22 juli 1959 het tot dan toe grootste gasveld ter wereld. 2700 miljard kubieke meter gas verstopt in zandsteen. Nederland was opeens rijk, ongelooflijk rijk. Maar dat gold niet voor Kees Boon. Want de mijnwet van 1810, die nog was ingevoerd door Napoleon, bepaalde dat alle bodemvondsten eigendom waren van de staat. En dus niet van Kees Boon of al die andere Groningse boeren om wie land het ging. En als dat land nou in Texas had gelegen of in Saoedi-Arabië, dan waren het een soort aardgassheiks geworden. Maar nu bleven ze wat ze altijd geweest waren. Eenvoudige boeren die hard moesten werken voor hun geld. Alleen in Zuid-Limburg zijn ze niet zo blij met die aardgasbel. Doordat Nederland en masse overschakelt op dat aardgas, neemt de vraag naar kolen uit de Zuid-Limburgse mijnen enorm af. Voor de Limburgers een groot drama. Maar de gasvondst heeft ons land voorgoed veranderd. Een dikke 200 miljard euro rijker. En we hebben nog genoeg over om kassen te verwarmen, energie te leveren aan fabrieken en kantoren en onze huizen te voorzien van alle comfort. Leen heeft op zijn landgoed Zuurland een boor gemaakt waarmee hij meer dan 100 meter de diepte in kan. Niet op zoek naar olie of gas, maar naar muizentandjes uit een ver verleden. Die fauna die is karakteristiek voor een bepaalde periode. En aangezien die opeenvolgende fauna's hier aanwezig zijn, en dat is het unieke van deze Zuurlandlocatie, omdat je wel 10 verschillende fauna's kan terugvinden hier. Daardoor kan je dus de opeenvolging van soorten, de evolutie van soorten, de ontwikkeling van soorten terugvinden. En met name in de Pleistocene, in de ijstijden, dan gebeuren er heel veel dingen en verandert. Het klimaat verandert koud, warm en koud, warm. En dat is de voorwaarde voor het veranderen van soorten. Dieren en planten moeten zich aanpassen. Ze hebben twee mogelijkheden met die klimaatverandering. Of aanpassen of uitsterven. En wat gebeurt in de werkelijkheid? Allebei. Ja. Dieren sterven uit en dieren passen zich aan. En het aanpassen van die dieren kunnen we aan de hand van deze boringen terugvinden. Toen ik begon dacht ik, ja, je kan met deze methode kan je 20 meter en langer dieper kan je niet komen. Dat is onmogelijk. Maar ik ben van nature een beetje eigenwijs. En het is mij een keer gelukt om zelfs 107 meter diep te komen. Met pure mankracht, met pure lichamelijke kracht. Domme kracht zou je kunnen zeggen. En als je dan zo'n goudlaag, zo beschouw ik het maar, goudlaag, want het is geen geld waard, gelukkig, vindt.
En dan wil ik liever ook alleen zijn, want dan wil je, dat intens genot van dat naar boven halen van dat materiaal. En dan ben je aan het zeven en dan komt er op een gegeven moment, zie je ineens 6, 7 kiesjes in zo'n zeef. Ik moet rekenen dat, dat in deze boring meer kiezen zijn gevonden dan alle boringen in het Nederland er nog toe. En dat geeft je dus een kick. We hebben onze bodem optimaal benut. Alles van waarde eruit gehaald en alles zonder waarde erin gestopt. Het heeft ons landschap voorgoed vervormd. Hollandse bergen, maar dan van vuilnis. Een dalende bodem in Groningen. Het is een prijs die we moeten betalen voor verkregen welvaart. Nu proberen we deze littekens in het landschap langzaam weer weg te poetsen. Kalksteenkrater wordt broedplaats en natuurzwembad. De Volgermeerpolder. Een vuilstort omgetoverd tot natuurgebied. Onze bodem als schatkamer waar we zuinig mee om moeten gaan. Breda, zo'n 1000 kilometer riool. Vroeger lagen ze veelal open. Nu hebben we ze netjes verstopt onder de grond. Weggemoffeld om ziektes te voorkomen. Bovenop de rioolbuizen zijn bomen geplant. Maar juist die bomen vormen nu een probleem. Wortels. De Heilaarstraat, aan de westkant van Breda. Aan de Heilaarstraat hebben ze een riool gelegd in een vroegere sloot, dus gewoon een open riool. Daar hebben ze dichtgegooid, een mooi fietspasnaald gelegd en daar hebben ze bomen geplant. En die bomen hebben nu de wortels in het riool gevroed. En dat veroorzaakt nu grote verstoppingen. De inspectie doen we met een rijdende camera. De camera die rijdt door het riool en die bedienen we vanuit de bus. Kunnen we hem alle kanten op laten kijken. Ja, het is gewoon een hele grote chaos. Water stroomt over, water kan niet meer weg. Het is ja, een bende. Ja,
Ja, er komen heel veel verschillende dingen tegen. We komen wortels tegen, scheuren, barsten, breuken. Bij opleveringen gebeurt het wel eens dat er levende beesten in het riool tegenkomen. Die proberen dan ook met de camera gewoon naar de put te drijven en weer eruit te halen. Wat we te danken hebben aan oeroude bewegingen van onze natuur, weten we er in een paar honderd jaar doorheen te jagen. De bodem heeft ons rijk gemaakt. En dat vinden we eigenlijk heel gewoon. Maar onze schatten zijn eindig. We moeten op zoek naar nieuwe bronnen. Heel diep in de ondergrond. Aardwarmte. Of het omstreden schaliegas. Heel misschien ontdekken we ooit in onze bodem onverwacht nieuw goud. Een brandstof die we nu nog niet eens kennen. En als het echt niet anders kan, boven de grond. De wind. Of de ultieme bron van leven. De zon. Die is van ons allemaal. Met de interactieve kaart van deze week kun je ontdekken waar de kans op het doen van een archeologische vondst in Nederland nog het grootst is. Nou gelden op veel plekken in Nederland graafbelemmeringen, omdat er dan ergens een belangrijke buis of tunnel in de grond zit. En tenslotte kun je uitzoeken waar er misschien veel vervuilde objecten in de grond zijn gestopt. En zo kan je dus al combinerend erachter komen waar je in Nederland nou wel en niet een schop in de grond kunt steken. Woensdagavond om 21:30 gaat het programma Labyrinth verder de diepte in met de ondergrond. Wat is de prijs die we betalen van onze bodemschatten? Volgende week de laatste aflevering. We gaan nog één keer de lucht in. Wat maakt ons nou zo bijzonder en hoe kan je dat zien vanuit de lucht? Dit was Nederland van boven.